We zijn hier met de enige echte Navajo. Vaka. Rustig. Ja. We hebben gezien, op social media heb je trots je debuut gedeeld, maar we wilden toch persoonlijk van je vragen. Hoe was het? Speciaal gevoel. Alleen jammer van de verliespartij dat we niet door zijn gegaan. Maar voor de rest, voor mij persoonlijk, gewoon een heel trots gevoel, speciaal gevoel. En ik heb genoten. Ga je meer op links zien of was dat een gelegenheidspositie voor jou? Ik denk dat je dat beter aan de trainer moet vragen. Ik speel normaal rechtsback. Die wedstrijd speelde ik linksback. Ik ben daar niet zo moeilijk in. Als de trainer mij daar nodig heeft, dan zal ik dat gewoon invullen. Mijn voorkeur gaat wel uit op rechtsback. Oké. Okay. Je bent natuurlijk met vele jong Oranje, of nou, laat het jeugd elftallen van Oranje bekend. Wat is het grootste verschil tussen een wedstrijd spelen voor Oranje, een jeugdselectie van Oranje, of een wedstrijd spelen voor Nacho? Ik denk voor Nacho was het toch wel iets specialer. Het voelde voor mij gewoon iets specialer. Toch wel iets, ja, een beetje roots, een beetje waar je vandaan komt, voelde toch wel iets specialer. En ja, je ziet ook andere landen, andere culturen, andere speelstijlen, dus dat is denk ik wel het grootste verschil. Twee snelle vragen, Bami of Rotti? Rotti. En het winnende doelpunt of de winnende assist? Winnende assist. Geweldig, we hopen dat die komt. Komt goed. En heel veel succes. Dank u wel.